Wij houden een sponsorcircuit, dus de dames kunnen zich laten sponsoren en dan zoveel mogelijk rondjes proberen te draaien. Normaal gesproken maken ze er 2. En voor dit item willen ze dan proberen om zoveel mogelijk te doen. En we houden een loterij. En winkeliers hier uit Beuningen die sponsoren geheel vrijblijvend de loterij met leuke cadeaus. Dat ze dit al vaker hebben gedaan is niet voor niks. Het onderwerp borstkanker ligt dichtbij. We zijn een vrouwensportschool. 1 op de 7 vrouwen die heeft wat te maken met borstkanker. En wij maken het hier in de club helaas ook regelmatig mee dat er een vrouw daarmee geconfronteerd wordt. Dus ik vind het een belangrijk item voor in een vrouwensportschool. Wij merken dat dit heel erg leeft bij de dames. Het wordt ook eigenlijk jaarlijks nagevraagd of we weer voor de Pink Ribbon actie iets gaan doen. En ze vinden het ook nog leuk om ermee bezig te zijn, ondanks het item waar het voor is. Ook ondernemers helpen een handje mee. Voor de loterij, daar zitten we nu. En ik heb natuurlijk nog tot 31 oktober, want dan is de loterij, dan is de trekking. Daar zitten we nu op 15 of 16 ondernemers die meedoen. De sportactie mag dan voorbij zijn, maar de loterij is er nog. Er zijn leuke prijzen te winnen. De vorige actie, Race tegen Reuma, hebben we bijvoorbeeld een fit horloge gewonnen. Als club zijnde. En die ga ik nu inzetten als de hoofdprijs. Er zijn dekens gedoneerd, van echt van die vliesdekens voor op de bank bijvoorbeeld. Er worden cadeaubonnen gedoneerd vanuit kledingzaken. Nagelstylisten die dingen doneert om een vormbehandeling of iets. Dus van alles, echt van alles waar vrouwen vooral ook eigenlijk hun voordeel mee kunnen doen.